Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. We zitten nu op de Wiegerseweg bij het CBR in Nijmegen. We gaan vandaag een examenroute laten zien, een voorbeeld van examenroute. Voordat je verder gaat kijken, abonneer op ons kanaal en zie meer video's die jou kunnen helpen bij het behalen van jouw rijbewijs. We gaan nu beginnen met het starten van de examenroute. Dan gaan we hier rechtsaf, binnen, voor, buiten, naast, richting nakontrole, kijk de kruising op. Kijk toch nog even hier naar rechts en dan vervolg ik rustig mijn weg. We gaan zo dadelijk bij de verkeerslichten gaan we rechtsaf. Je hebt hier een fietspad lopen, dan moet je even naar links en naar rechts op kijken. Je moet ze van twee kanten voor laten gaan. Dan gaan we rechtsaf, let hier nog even op de uitrit, dan kijk je binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel en ik stop hier bij het rode licht. Ik zet hier minstens 1. Nou, op het moment dat je stilstaat, heb je ook de gelegenheid om even het kruispunt op te kijken. Denk eraan, de eerste 1-2 seconden rijden vaak nog mensen er rood heen. Dus op het moment dat je dadelijk aanrijdt, dat je toch nog even goed de kruising opkijkt. En dan vervolg je hier weg. Na de bocht pas schakelen. Binnen buitenspiegeltje kijken om te weten hoe hard moet ik gas geven. En dan mag je 50 rijden. Kijk af en toe, ook om de 5-6 seconden, even in spiegels om te weten wat gebeurt er achter mij. Je ziet op de borden hier al dat je een rotonde gaat naderen. Ik kijk verderop, dan zie ik daadwerkelijk de rotonde. En op die rotonde ga ik zo dadelijk half rond. Dus ik ga rechtdoor. Je ziet er lopen 3 stroken. Een rechtsafbaan en 2 voor rechtdoor. Dus we moeten een beetje het midden aan blijven houden. En ben je de eerste zijstraat voorbij, ik kijk even binnen buitenspiegel voor het remmen. Ben je de eerste zijstraat voorbij, dan zorg je dat je weer goed naar rechts gaat. Groen, binnen buitenspiegeltje kijken, gauw naar zijn tweede versnelling. Blijf ook in je spiegels het verkeer volgen naast je. Na de eerste zijstraat binnen buiten naast richting, ik doe een nakontrole. Ik volg hem in mijn rechterspiegel en ik zorg dat ik goed rechts rij hier. En ik maak hier een korte bocht. Je ziet dat het verkeerslicht rood is. Ik kijk in de binnenspiegel, buitenspiegel. Ik ga rustig remmen. Net voor de 20 de koppeling in. Hij wordt groen. Ik schakel hem terug naar 2. Ik laat hem opkomen. En ik rijd door terwijl ik binnen buitenspiegel kijk. Kijk even rechts van je. En je vervolgt je weg. Zorg altijd dat je goed afstand houdt. Kijk gelijk de kruising op. Dan gaan we rechtsaf. Binnen, voor, buiten, naast. Richting. Ik doe een nakontrole, dan kijk je in feite eigenlijk nog een keer binnen, voor, buiten, naast, richting. En ik mag altijd pas snelheid verminderen op de uitrijstrook. Het is rood, ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel en ik ga rustig remmen. En dan schakel ik ondertussen terug naar 2. Hij wordt groen, ik kijk even naar links de kruising op en ik vervolg rustig naar weg. Oké, we zijn nu op weg naar het verkeersplein Jonkerbosplein. En dan gaan wij bij de verkeerslichten straks rechtsaf. Dus kijk heel veel in je spiegels. Je ziet hier al een dubbele baan voor rechtsaf. Het voorste steerbord zie je hier. Dus ik ga even vast van rijstrook wisselen. Binnen, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk binnen, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. En ik vervolg hier rustig mijn weg. Kijk toch even op het fietspad. Ik heb al voorrang. Want ik heb groen met een pijl. Dan kan er geen ander verkeer komen. Toch even kijken. We hebben groen. Kijk toch even naar links en naar rechts. En dan vervolg je rustig je weg. We zijn zo dadelijk bij een rotonde. En op die rotonde gaan we linksaf. Denk eraan als je van rijstrook verwisselt. Dat je altijd voor de eerste pijlen gewisseld moet zijn. Dus ik zie in de verte zie ik de pijlen al komen. Dus ik ga van rijstrook wisselen. Ik kijk binnenspiegel voor, linkerspiegel naast. In de dode hoek, ik geef richting aan. Ik doe een nakontrole. En ik hou hem in de linkerspiegel in de gaten terwijl ik van strook wissel. Ik kijk even binnen buitenspiegeltje.
De rotonde pakken we natuurlijk in de tweede versnelling. Dus binnen buitenspiegeltje terug naar de tweede versnelling. Kijk toch even naar links. Of ze daadwerkelijk voor jou inhouden. Twee stroken. Ik pak natuurlijk de buitenste dan. En dan zie ik het bordje B6. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Dat ik ze voor moet laten gaan. Er komt niets aan, dus ik kan mijn weg vervolgen. Maak altijd een ruime bocht. Ik kom altijd op de eerste rijstrook uit. Binnen buitenspiegel. En ik schakel hem door naar de derde versnelling. En dan gaan we zo dadelijk bij de verkeerslichten links. Dus dan ga ik op tijd voorsorteren. Ik kijk binnen, voor, buiten, naast, richting naar links. Ik doe een nakontrole. En ik ga hier naar links. Pas afremmen op de uitrijstrook. Dus ik kijk binnen buiten spiegeltje. En nu moet ik toch stoppen. Dus koppeling inremmen. En ik sta stil. Gelijk in de eerste versnelling zetten. En al om je heen kijken, hoe ziet de situatie eruit, wat kan ik verwachten. Binnenbuitenspiegel, kijk de kruising op. Voor de bocht ga ik hem nog naar 2. Ik zie dat ik een fietspad heb waar ik voorrang moet verlenen. Links, rechts kijken. En ik rijd door. Binnenbuitenspiegel. En ik ga gas geven. Einde weg gaan we straks rechtsaf. Moet hier rechtsaf, dus kijk binnenspiegel, voor, rechterspiegel. Over mijn rechterschouder voor de dode hoek. Ik geef richting aan. Ik doe een nakontrole. Er komt hier een fietspad bij. Dus dan moet ik even extra in de gaten houden. Rustig in zijn twee naderen. Ik kijk even over mijn schouder. Zit er geen fietser? Ik ga rustig voorsteren. Ik kijk even naar links. En ik vervolg rustig mijn weg. Binnenspiegel, buitenspiegel. En ik ga snelheid opvoeren. Scherpe bocht. Binnen, buitenspiegeltje. Even in de tweede versnelling. En dan ga je rustig de bocht naderen. En dan geef je rustig het stuur door. Kijk gelijk de straat in. Binnenbuitenspiegeltje. Kijk links de straat in. En dan zie je in de verte al een afbuigende voorrangsweg. Dan weet je dat de weg dadelijk naar rechts verder gaat. Kijk toch even hier de weg in. Ik kijk ook links het straatje in, al heb ik voorrang. Ik wacht mijn richting aangeven tot ik deze straat voorbij ben. Dan kijk binnen, buiten, naast, richting. En ik zet hem in de tweede versnelling. En dan vervolg ik rustig mijn weg. Binnenbuitenspiegeltje kijken, snelheid opvoeren. Dan ga ik hier op het einde links. Ik kijk binnen, voor, buiten, naast, richting. Ondertussen ben ik al aan het remmen. Ik doe een nakontrole in de tweede versnelling. Ik kijk even rechts. Ik kijk naar links en ik kijk naar rechts. En ik vervolg mijn weg. Binnenspiegel, buitenspiegel en ik rij rustig door. Schuif gewoon het stuur door je handen heen. Dat is het makkelijkste om hier te sturen. Je ziet al een scherpe bocht. Door die bochtschilden die je hier ziet, die rode pijlen. Dus dan weet je, het is een iets scherpere bocht. Kijk goed een bocht door ook. En dan kijk je binnenspiegel, buitenspiegel, kijk het straatje in en ik rij door. Je mag 50 hier. Obstakel binnen, buiten, even naast kijken. En bij terugkomen binnenspiegel, rechterschouder kijken. Zo dadelijk krijgen we een scherpe bocht. Er staan van die bochtschilden bij. En de bocht zal weldra in beeld zijn. Kijk je binnen buitenspiegel, wat gebeurt er achter mij? En dan ga ik terugschakelen. Ik doe de koppeling in, ik rem en ik schakel hem terug naar de tweede versnelling, zodat ik rustig de bocht in kan gaan. Je ziet de bochtschilden zie je hier staan. Klein beetje hierop rijden, dat mag gewoon. Als je niemand hindert. En dan volg je rustig de weg. Dan kijk je vooruit. Ik kan weer opschakelen. Kijk je vooruit, zie je in de verte ook alweer van die bochtschilden staan. En dan weet je van, hé, komt weer een scherpe bocht aan. Je ziet hier het advies van de scherpe bocht. En dan ga je rustig remmen. En dan schakel hem terug naar de tweede versnelling. Er zit hier nog een zijstraatje. Vergeet niet om even dat zijstraatje in te kijken. Dus kijk hier de zijstraat in. En dan vervolg je rustig je weg. Naar links. Dus ik kijk binnenspiegel, voor, buitenspiegel, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. Ik sorteer voor, tegen de wegas. Ik zie al een rode auto tegemoet komen. Dus die laat ik voorgaan. Gaan we rechtsaf. We komen in Malde uit. Ik kijk even binnen, buitenspiegel. Ik schakel hem even terug naar de tweede versnelling. Dus binnen, buiten, naast, richting. En dan schakel ik hem van 3 terug naar 2.
loopt een fietspad naast me. Dat betekent dat ik even moet kijken of ik geen rechttoegaande fietsers of voetgangers heb. Ik kijk even helemaal niets en ik vervolg mijn weg. Ik kijk links even. Dan heel ver vooruit kijk, zie ik daar een witte auto staan en dan gaan we hem uitvoeren. Binnen, buitenspiegel. Ik kijk binnen, voor, buiten, naast, richting naar rechts. Ik zet hem in zijn achteruit. Ik wacht tot de fietser gepasseerd is. En dan rijd ik rustig naar achteren. Ben ik met de spiegels gelijk aan de andere spiegel, kan ik in gaan sturen. Terwijl ik eerst voor naast kijk, want ik kan iemand hinderen. Je mag niemand hinderen tijdens heel de uitvoering van de oefening. En ik stuur snel terug. Wegrijden, ook al het verkeer voor laten gaan. En kijken en richting aangeven. En dan vervolg je weg. Blijf hier de weg volgen. Je ziet het bordje B6, zie je hier al. Dus je moet even goed naar links en naar rechts kijken of er geen voetgangers of fietsers hier oversteken. En dan gaan we zo dadelijk de eerstvolgende weg linksaf. Dus ik kijk binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Geen rechtdoorgaande auto's, fietsers of voetgangers. Ik kijk ook even links van me en ik ga hier af. Ik zie alweer het bordje B6. Ik kijk in mijn binnenbuitenspiegel. Even goed naar links en naar rechts kijken. En ik vervolg mijn weg. Je ziet hier alweer fietsers voorrang moet verlenen. Dus goed naar links en naar rechts kijken. Je ziet fietsers aankomen. Je wacht tot ze overgestoken zijn. En dan op de rotonde gaan we rechtsaf. Ik kijk even links, rechts. Dan ga ik rechtsaf binnen, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Niet op het kruisingsvlak staan. Kruisvrij houden. Dan mag je daarna doorrijden. Auto is weg. Ik kijk even links, rechts. Geen voetgangers. Ik kijk even naar links. Ik kijk gelijk over mijn rechterschouder. Geen voetgangers en fietsers. En ik rijd door. Binnenspiegel, buitenspiegel kijken en ik ga snelheid maken. Rustig een rotonde naderen en rustig op de rotonde rijden. Ik kijk binnenspiegel, ik kijk in mijn linkerspiegel. Ik ga rustig afremmen en ik ga hem in de tweede versnelling zetten. Rustig naderen, voetgangers die zijn er niet. Ik heb links en rechts al gecheckt. Ik kijk links even, ik rijd er nu op. Nu moeten ze mijn voorrang verlenen. Ik doe kijken, richting, ik doe nakontrole, links, rechts, het fietspad op, komt niets aan. En ik rijd door binnen-buitenspiegeltje en ik ga gas geven. Binnen-buitenspiegeltje en ik mag 80. Dan gaan we zo dadelijk rechtsaf, zo dadelijk. Dus binnen, buiten, naast, richting. Ik doe nakontrole, ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel voor het afremmen en terug te schakelen naar de tweede versnelling. En ik laat hem heel rustig erop afrollen. Houd goed afstand. Kijk ondertussen even links de kruising op. Kijk over je rechterschouder. En dan vervolg je weg. Binnenspiegel, buitenspiegel. En dan ga je snelheid maken. We blijven hier bij de verkeerslichten recht doorgaan. We gaan richting Heumen. Het is rood. Dus binnenspiegel, buitenspiegel. Ik ga remmen. Ik schakel hem in 3. Hij is inmiddels groen. Binnen, buitenspiegel, links, rechts kijken. Ik maak mijn snelheid en ik vervolg mijn weg. Heumen is naar links. Ik heb binnen, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik knijp de uitrijstook. Dan mag ik pas gas los laten remmen. Binnen, buitenspiegel, remmen. En ik zet hem in de eerste versnelling. Hij is rood, ik moet stoppen. Groen, toch naar 2. Kijk links, rechts. En ik ga hier de weg op. Dan wil ik een tweede bijzondere verrichting doen en dat gaan we zo dadelijk vooruit in een vak parkeren. Ik ga hier naar die parkeerplaats, ik kijk binnen, voor, buiten, naast. Ik geef richting naar links. Ik kijk binnen, buitenspiegel. Ik schakel terug naar de tweede versnelling. En ik ga hier rustig af. En dan rijd ik hier de parkeerplaats op. En dan gaan we vooruit in een vak parkeren aan de linkerkant. Dus kijken, richting naar links geven. En dan rij je rustig het vak op. En dan stop je. Een onderdeel van het examen is het rijden op navigatie.
Het belangrijkste daarbij is dat je het veilig houdt. Het is een stukje zelfstandig rijden om en nabij de 10 minuten. Het instellen van de navigatie. Deze is touch. Je beweegt je hand ernaartoe. Nieuw reisdoel. We gaan naar Nijmegen. Terug naar het CBR. Dus Nijmegen. En dan de Wiegensweg. Wiegensweg. Nummer 2. Daar zit CBR. Oké, je gaat hem starten. De routes worden berekend. De examinator kiest welke. Nou, ik pak de middelste route. En dan kan je je weg gaan vervolgen. Het reisdoel. En ik vervolg mijn weg. Ik doe nakontrole, kijk even naar links en ik volg rustig mijn weg. Dan ga ik hier rechtsaf, binnen, buiten, naast, richting. Nu rechts afslaan en daarna links afslaan. En ik mag pas remmen op de uitrijstrook. Binnenspiegel, buitenspiegel, in de tweede versnelling. En rustig naderen. Nou, ik kan niet door, dus ik moet alsnog stoppen. Binnen buitenspiegeltje. En ik zeg, kijk binnen buitenspiegel, kijk toch de kruising op. Dan kunnen mensen de rood heen gaan. En ik schakel hem rustig naar zijn 2. Autosnelweg, binnen buitenspiegeltje. Dus ik mag naar de 100 toe. De A73-7. Dus maak ook snelheid. Alsjeblieft. Kijk in de bocht altijd even naar links. Om te kijken voor een interval, een ruimte waar jij tussenin wil voegen. Ik maak snelheid, ik kijk binnenspiegel voor, buitenspiegel naast, richting. Ik blijf heel even rijden. Ik doe eerst een nakontrole, ik kijk in feite nog een keer. En dan blijf ik in mijn spiegel volgen en ik rijd rustig de hoofdrijbaan op, richting terug. En ik schakel gelijk door naar de 5e versnelling. Ik kijk binnen buitenspiegeltje en dan kan ik er nog eentje, dat is 6 en die pakken we er gelijk ook bij. Op het moment dat je af wil slaan op een autosnelweg, moet je bij 300 meter van tevoren geef je richting aan. Dus kijken binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Dan komt de uitrijstrook, afremmen. En daarna rechts afslaan. Afremmen altijd pas op de uitrijstrook. Kijk hier binnen buitenspiegeltje, wat zit er achter me? De richting houd je aan tot de doorgetrokken streep. En dan kun je bijremmen, eventueel naar een lagere versnelling. Schakelen die nodig is. Bij de verkeerslichten moeten we zo dadelijk rechtsaf. Dus binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Nu rechtsaf slaan. En ik sla af. Je ziet dat bordje einde snelweg. Ik kijk binnen, buitenspiegel in de 2e versnelling. Anders vlieg ik de bocht door. En ik zie, hij is inmiddels rood. Ik kijk even links, ik rijd de weg op. Ik zie dat ik binnen de bebouwde kom van Nijmegen. Over 500 meter rechts afslaan en daarna weer rechts afslaan. In de spiegel, buitenspiegel. Rechts afslaan. En ik ga rustig terug naar de 2e versnelling. Ik kijk even naar links en naar rechts. En ik volg hier rustig op. Fietspad wat ik oversteek, twee kanten even opkijken. Links, rechts kijken. En dan komt niks aan, dan kan ik mijn weg vervolgen. U heeft het reisdoel bereikt. Het reisdoel bevindt zich aan de linkerzijde van de weg. Van de lesauto. Op het examenbureau. En dan parkeer hem vooruit in een vak. Ik ben nu terug. Ik ga hem in zijn neutraal zetten. Ik zet de handremmer op. Ik doe de sleutel uitzetten. Ik haal de sleutel eruit. Dan het uitstappen. Het uitstappen kan je nog opzakken als je het fout doet. Dus het uitstappen, je kijkt eerst goed om je heen of er niks zit. Dan pak je de handgreep van de deur hier om hem open te maken. Je kijkt nog een keer over je schouder en dan kan je pas uitstappen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk en nuttig? Geef een duimpje omhoog, een comment en vergeet niet hieronder te abonneren. Doei!